een wereldtitel in het veldrijden, waar plaats je dat tegenover een klassieker winnen of een rit in de Tour of een Olympische titel? Ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat ja, die Olympische titel en een rit in de Tour, daar kan ik nog niet over meespreken natuurlijk. Maar natuurlijk, de eerste keer iets winnen is altijd wel het mooiste, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat het minder belangrijk wordt. Is het lastig voor u om zowel dat WK nog voor te bereiden en ook eigenlijk tegelijkertijd al de eerste klassiekers die eraan komen, of wedstrijden? Nee, eigenlijk niet. In de voorbije jaren was dat ook nooit lastig, omdat ik ben totaal nog niet met het wegseizoen bezig op dit moment. Ik focus echt op het WK en nadien komt pas de focus op de weg eigenlijk. Verwacht je daar een spannende strijd op dat parcours? Of eerder ja, dat er een aantal of één iemand echt bovenuit gaat steken? Ja, vaak is een zandomloop toch wel moeilijker om samen te blijven, omdat er wordt sneller gehaperd door een renner. Het is makkelijker om het verschil te maken, dus ik denk wel dat de sterkste renner daar redelijk snel van voor zal zitten.